Ernst, Bobby en de rest. 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 Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Blech. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. 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 Bobby, Bobby, kom nou. Ja, ja, ja. Waarom ben je nou weer zo laat, man? Nou, ik had iets te hard in de tube tandpasta geknepen, Ernst. En het duurde wel een uur voordat ik alles er weer in had. Hallo, hier Bianca Bangerik met de Bosberichten. Vandaag zijn in de stad diamanten gestolen bij de juwelier. De diamanten zitten in een rood zakje. Wow, diamanten gestolen door boeven, Ernst. Die ga ik vangen. Bobby, dus jij gaat boeven vangen? Nee, de diamanten, Ernst. Jij de boeven. Luister, we gaan eerst naar de boswachter toe om te vragen of we mogen helpen. Kom. Hoe? Nee, maar Ernst, waarom gaan we niet alvast op zoek naar die boeven? Bobby, we gaan het eerst vragen. En daarbij, Bobby, als je boeven wil vangen, dan moet je altijd met meer zijn. Ernst, anders vraag ik toch even aan die mannen die daar lopen. Bobby, die hebben er helemaal geen zin in. Die lopen lekker door het bos met een rood zakje in de hand en die... Een rood zakje? De boeven! Bobby, we gaan ze vangen. Maar Ernst, je zei net dat we met meer moeten zijn als je wilt. Schiet op! Ernst, Bobby en de rest! Bobby! Ik heb een idee. Ik ook, Ernst. Jij gaat die boeven vangen en ik ga op de uitkijk staan. Ja. Watje. Oh. Luister. We lopen straks naar die hooiberg. Ja. We klimmen erin. En als straks die boeven terugkomen, dan springen we uit die hooiberg en dan vangen we ze. Nee, Ernst. Ik ben allergisch voor hooibergen. Daar krijg ik hooibergkoorts van. Ga jij ze maar vangen. Jij vangt die boeven. Bobby, doe toch niet zo bang. Schiet op. Kom. Blijven ze nou? En ze komen niet meer. Ik ga naar huis. Doei. Wacht, Bobby. Daar heb je ze. Naam van het bos en de beesten. Wat is hier aan de hand? Wij hebben de boeven gevangen. Ja, welke boeven? Die van de diamanten. Hier, kijk, ze hebben het in hun hand, in een zakje, in een... Hey? Je kunt hier ook geen eens meer rustig wandelen, joh. Heren, mag ik u mede namens deze twee idioten mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden? Het is gewoon verschrikkelijk! Kom Henk, morgen wijs, we gaan. Maar we hebben het zelf gezien. Ja. Meekomen jullie, nu. Maar ze hadden de diamanten bij zich, toch? Heb je die diamanten dan gezien? Nou, dat niet, maar wel het rode zakje. En op bosberichten zeiden ze dat de diamanten in een rood zakje zaten. Ja! En waar is dat rode zakje dan? Nou, kunnen we het nog goed maken? Goed maken? Ja, er moeten nieuwe vogelverschrikkers gemaakt worden om de vogels van het land te verjagen. Misschien kunnen jullie daarbij helpen. Nou, als Ernst dan op het land gaat staan, dan durft er geen vogel meer te komen. Ja! Niks daarvan! Vogelverschrikkers maken, vullen met hooi en op het land plaatsen. Ernst en Bobby, in de naam van het bos en de beesten, aan het werk! Aan het werk. Kom. Kijk, Ernst, gek eigenlijk dat die vogels schrikken van vogelverschrikkers. Ze zijn gewoon bang voor die poppen. We moeten ze niet eng maken, hoor. Hoezo niet? Nou, anders worden wij ook nog bang van die vogelverschrikkers. Wel, nee, wij zijn niet bang. Wij zijn niet bang. We zijn niet bang. We zijn niet bang. Nee, Ernst en Bobby zijn niet bang. Door dit wonderlied, het werkt urenlang. Daarom ben jij ook niet bang. We zijn niet bang, we zijn niet bang. Nee, Ernst en Bobby zijn niet bang. Door dit wonderlied, het werkt
werkt urenlang. Daarom ben jij ook niet bang. Lig je in je bedje en hoor je ineens wat? Trippelt daar een buis of kwaakt er nou een pad? Of liggen er soms beesten stil onder je bed? Je wordt er dus van wakker, oh, en je sliep net. Ga maar lekker zitten en maak het snel weer leuk. Draai dit wonder niet en je ligt weer in een deuk. Speel het zachtjes af, het maakt niet uit hoe lang. Want daardoor ben je nooit meer bang. We zijn niet bang, we zijn niet bang. Nee, Ernst en Bobby zijn niet bang. Door dit wonderlied, het werkt urenlang. Daarom ben jij ook niet bang. We zijn niet bang, we zijn niet bang. Nee, Ernst en Bobby zijn niet bang. Door dit wonderlied, het werkt urenlang. Daarom ben jij ook niet bang. Loop je door de straten, zie je ze dan staan. Een groep grote jongens, ze kijken je maar aan. En er komt er eentje zomaar op je af. Moet ik hard gaan rennen? Nee, nee, dat is een beetje laf. Je draait je dan snel om. Oh nee, wat is dat nou? Je staat oog in oog met een heksige mevrouw. Je pakt dan snel dit lied uit je binnenzak. Begin dan maar te zingen en je bent op je gemak. We zijn niet bang, we zijn niet bang. Nee, Ernst en Bobby zijn niet bang. Door dit wonderlied, het werkt urenlang. Daarom ben jij ook niet bang. Soms is bang zijn leuk, zoals met een griezelboek of bij een hele enge film. Doe je ogen dicht of kijk tussen je vingers door. Maar wordt het echt te eng? Oh, zing dan hard in koor. Ja! We zijn niet bang, we zijn niet bang. Nee, Ernst en Bobby zijn niet bang. Door dit wonderlied, het werkt urenlang. Daarom ben jij ook niet bang. We zijn niet bang, we zijn niet bang. Nee, Ernst en Bobby zijn niet bang. Door dit wonderlied, het werkt urenlang. In de kamer of de gang, het maakt niet uit hoe lang. We zijn niet bang, we zijn niet bang. Hé, hey Bobby, dit is de laatste. Waar zullen we die eens neerzetten? En stop eens! Wacht, wacht, wacht! Wat, stop, 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 wat is er? Moet je kijken! Die hebben we er net neergezet en dan staat hij helemaal scheef. En zijn buik ligt ook helemaal open. Misschien heeft hij wat verkeerd gegeten, Ernst. Hé, hey Bobby, daar! Die is ook helemaal omver geduwd. En daar komen die mannen! Daar heb ik helemaal geen zin in. Dadelijk zijn ze nog boos. Klap snel het maïsveld in! Wow. We hebben de hele hooiberg doorzocht, niks gevonden. Ze moeten wel even van de vogelverschrikker zitten, joh. Volgens mij hebben ze allemaal gehad. We blijven zoeken. Ernst, zij maakten die vogelverschrikkers kapot. Maar waarom? Ze zijn op zoek geweest naar iets in de hooiberg, dat konden ze niet vinden. En nou zijn ze aan het zoeken in die vogelverschrikkers. Ernst, ik weet het! Je het ook weten? Ja! Hooi. Hooi? Hooi! Want er zit hooi in de hooiberg en hooi in de vogelverschrikkers. Soepkip! Ja. Nee, hooi! Soepkip! Als ze op zoek waren geweest naar hooi, dan hadden ze beter in jouw hoofd gekeken. Bobby, er is maar één manier om achter te komen waarnaar zij op zoek zijn. De diamanten! Bobby, die hebben ze natuurlijk in de hooiberg verstopt. Zie je wel dat het de boeven waren, Ernst? Ik heb een idee. Kom mee! Ernst, Bobby en de rest. Je had je heus niet hoeven verkleden als vogelverschrikker, hoor. Met je gewone kleren schrikken de vogels er ook van. Erg grappig, Bobby. Bobby, luister. Als straks die boeven hier zijn en ze staan bij elkaar, spring jij uit die boom. Goed? Ja, is goed. Maar Ernst... Hé, Bobby, weet je nog? We zijn niet bang, hè? Bobby, ik geloof dat ik wat hoor. Hey, er staat er nog eentje. Kijk wel even. Wie is dat? Kom op, we nemen hem mee. We kijken thuis wel. Goed. Ja.
Wat is dat? Ah, die poep is weg. Stoppen! Ja! Ja! We hebben ze! Wat? Oeh, zijn jullie nou weer die heer aan het lastigvallen? Ja, boswachter. Maar deze keer hebben we dit. De diamanten. Dus toch? Ja. Dat hebben jullie heel dapper gedaan, jongens. Ja. En jullie? In de naam van het bos. En de meeste. Jullie zijn gearresteerd. Inkomen. We hebben ze. Oh, eens kijken, Ernst. Zijn het echte? Ja. Oh, het zijn echte diamanten. Nee. Niet opeten. Daar hebben we gewoon iets. Wat doe je in het zakje? Het zijn diamanten. Ernst, Bobby en de rest. 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 Bobby, wat ben jij nou weer aan het doen? Ernst, ik ben een zout aan het strooien tegen de leeuwen. Er zijn hier helemaal geen leeuwen. Ja, zie je wel hoe goed het werkt, Ernst? Hey, Bobby, de boink. Oh, de boink. Wacht even. Hallo, hier is Bianca Bambi met de bosberichten. Er zijn waarschijnlijk stropers in het bos. Wow, kikken en stropers. Ha. Even spulletjes pakken en go, 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 go. Bobby. Bobby, mag ik vragen wat je aan het doen bent? Ja hoor, vraag maar. Hoe bedoel je? Nou, hij zegt, Bobby, mag ik vragen wat je aan het doen bent? En ik zeg, ja, vraag maar. Dus moet je nu vragen, Bobby, wat ben je aan het doen? Snap je? Je ziet echt de ernst van deze situatie niet in, hè? Ja, volgens mij heb jij een betere bril nodig, Ernst. Natuurlijk zie ik de ernst. Kijk, je loopt naast me. Hallo. Bobby, er zijn stropers hier in het bos. En daarom, Ernst, heb ik pannenkoeken bij me. En we hebben alleen nog wat stroop nodig. Nou, waar zijn die stropers? Bobby, stropers zijn boeven die dieren stelen. Dieren stelen? Ja. Jullie zijn er gloeiend bij. Op de grond liggen, met je gezicht naar beneden. Nu gaan ze ons stelen, Ernst. Liggen. Ernst en Bobby, zijn jullie het? Ik dacht dat jullie de stropers waren. Wat zie je eruit, zeg. Jongens, we hebben een verschrikkelijke situatie in het bos. Bijna alle rendiertjes zijn gestolen door de stropers. Er is er nog maar één over. Eén rendier? Ja. We moeten zo snel mogelijk het beest in veiligheid brengen. Want anders is hij ook nog weg. Ik heb een idee. We gaan alle drie op zoek naar het rendier. Wij zoeken die kant op en u zoekt die kant op. En dan zien we elkaar over een uur bij uw huisje. In de naam van het bos en de meester. Dat is een fantastisch plan. Kijk vooral goed bij de voederplaats. Daar heb ik het beestje voor de laatste keer gezien. Bij de voederplaats. In de naam van het bos en de meester. Komt voor elkaar. Ernst, Bobby en de rest. Oké, we hebben misschien dat laatste rendiertje niet gezien, Ernst. Maar ik heb wel iets anders gezien. Het heeft 3 staarten, 12 poten en kan niks zien. 3 blinde muizen. Erg grappig, Bobby. Maar Bobby, waar blijft de boswachter nou toch? Ik weet het niet. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebben jullie misschien de boswachter gezien? Hoezo? Nee hoor, we lopen hier gewoon maar wat rond. Maar misschien kunnen we helpen. Oh, misschien kunnen jullie helpen zoeken naar het laatste rendiertje. Dat is wel een goed idee. Het rendiertje is voor het laatst gezien bij de voederplaats. Oh, dan gaan we daar wel even kijken. Tot ziens. Tot ziens. Oh, aardige mannen, hè, Ernst? Fijn dat ze willen helpen zoeken. Ja. Boswachter, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Wat? Ik had het rendiertje weer gezien bij de voederplaats. En ik wilde jullie erbij halen om het te gaan redden. En toen ik hier aankwam, stonden die stropers me op te wachten. Ze hebben me gevangen genomen. Kijk eens hoe ik eruit zie. Het is verschrikkelijk. Maar hoe zagen die stropers eruit? Slordig. Zeer slordig. Ze hadden een hoed op en allebei een lange grijze jas aan. Ja, ja. Aardige man, hè, Bobby? Nou ja, gelukkig weten ze niet dat ze moeten zoeken bij de voederplaats. Ja. En Bobby, ik denk dat het nu heel belangrijk wordt dat wij dat rendiertje gaan terugvinden. Ernst, er zijn stropers in het bos. Er
Er zijn stropers in het bos, stropers in het bos. Er zijn stropers in het bos, stropers in het bos. Pas maar op, er is een stroper in het land. Er zijn stropers in het bos, stropers in het bos. Er zijn stropers in het bos, stropers in het bos. De stroper die werkt 's nachts, zodat niemand hem ooit ziet. Hij sluipt dan stil door het bos of op verboden gebied. Hij schiet ook de vogels, of vangt dan snel een zwijn. Stropers die zijn heel gemeen, ze doen de dieren pijn. Er zijn stropers in het bos, stropers in het bos. Er zijn stropers in het bos, stropers in het bos. Denk nou aan de dieren, die hebben geen idee van al die boze plannen, daarom helpen wij maar mee. De stroper wordt gepakt, ja. Dan heeft hij vette pech. Jaagt de stroper dan bij alle dieren weg. Stropers in het bos, stropers in het bos. Er zijn stropers in het bos, stropers in het bos. Stropers in het bos, stropers in het bos. Die vangen alle dieren, ze zijn de klos. Er zijn stropers in het bos, stropers in het bos. Een dier mag je niet vangen, een dier hoort los. Er zijn stropers in het bos. Ernst, het is bruin en het heeft twee lieve ogen. Hou nou eens op met die flauwe grappen van je man. Het is een rendier en het is geen grap. Hoezo? Daar! Ernst, ik ga hem lokken. Poppy, dit rendier. Ik ga met pannenkoeken lokken, Ernst. Met pannenkoeken? Ja. Kom eens eventjes. Oh, Ernst, wat is die lief. Mag ik hem houden? Nee, nog logisch niet. Poppy, we moeten hem zo snel mogelijk in veiligheid brengen. Voordat die stropers hem vinden. We moeten een touw hebben of zoiets. Iets om zijn nek te doen. Ah, dan nee, Ernst. Hij loopt zo wel achter me aan. Kom eens eventjes. Kom, kun je de boelen, boelen, boelen. Kom eens. Oh, pannenkoeken. Poppy. Ernst, Bobby en de rest. Ha, leuke Ernst. Heeft hij de hele weg achter me aangelopen. Hij is verliefd op me, denk ik. Hé, de kinderboerderij. Ernst, ik ga naar de geiten. Bobby, jij gaat niet naar de geiten toe. We zijn hier gekomen om dit rendier hier achter te laten. Achterlaten? Maar we houden van elkaar, Ernst. Oh. Bobby, hij blijft hier totdat we die stropers hebben gevangen. Kom. Vaarwel, mijn geliefde. We zien elkaar spoedig weer. Bobby. Ernst, ik denk dat ik hem een brief ga schrijven. Oh. Man, ik heb nog nooit een rendier een brief zien lezen. Nee, dat komt omdat ze van die hoeven hebben. En dan kunnen ze die brief niet vasthouden. Bobby, we gaan die stropers vangen, ja? Sst. Hij is klaar. Hij zit vast. Even proberen. Als ik aan de touw trek dan... Gaan ze zichzelf dan vangen, Ernst? Nee, natuurlijk niet, soepkip. Ze gaan dat laatste rendiertje proberen te vangen. Maar gelukkig zit hij in de kinderboerderij. Ha, moet je voorstellen wat er was gebeurd als hij hier zou zijn. We hebben bezoek. Bezoek? Nee. Bobby, wat doet die nou weer hier? Die is natuurlijk gevolgd vanaf de kinderboerderij, Ernst. Oh, wat lief. Bobby, dadelijk zien die stropers er nog. Ik heb een idee. Ernst, Bobby en de rest. Zit hij stevig zo? Ja, dat zit goed. Dat zit goed. Nog wat bladen erover, wat zand erover. En dan zit hij hoor. Hé, hey, het hert, kom. Waar is hij nou? Kijk, daar. Waar
is die nou? Daar! Oh, daar! Volgens mij zijn we hem kwijt. Weet jij waar we zijn? Het komt me wel bekend voor hier. Na, 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 na. En wat hebben we hier? In hun eigen val gelopen, boswachter. We willen eruit! We willen eruit! Vertellen jullie eerst maar eens even waar jullie de andere rendieren gelaten hebt. Ze zijn bij ons thuis. We zullen jullie er meteen naartoe brengen. Ja, en daarna mooi de gevangenis in. En zo is dat. Thuis. Jullie zijn gearresteerd. Er is een Bobby in de naam van het bos. En de rennende beesten. Bedankt. Graag gedaan. Ah, leuk. Kom eruit. Ah, ze eruit. Oh, heb je het gezien? Zijn de boeven? Oh, Ernst, Bobby en de rest. 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 Bobby. Bobby. Ja, ja, Ernst, ik kom. Ik moest even mijn sokken aantrekken. Ja, sokken? Bobby, wat heb jij nou weer? Je hebt een donker en een lichte sok aan. Ja, en weet je wat het gekke is, Ernst? Dat ik boven precies nog zo'n paar heb. Bobby, kom op. Hier is Bianca Boegschroef met de kasteelberichten. Vandaag is het nieuwe jacht van de kasteelheer te water gelaten in de haven. Onze Pieter. Ernst, op jacht in de zee. De kasteelheer gaat vast vissen. Oh, op jacht op zee. Bobby, een soepkip, een jacht, dat is een schip, een boot. Een boot, Ernst, we gaan varen. Wie het eerst met de boot is de kapitein. Bobby. Bobby. Dag, mevrouw. Hey, Ernst. Weet je waarom vissen zoveel weten? Nee, waarom vissen zoveel weten? Nee. Dat ze in scholen zwemmen. Erg grappig, leuk. Bobby, we gaan op zoek naar de boot van de kasteelheer. Ja, natuurlijk, Ernst. Want ik ga varen, want ik was toch eerst. Dus ik ben de kapitein en ik mag sturen. Jij gaat helemaal niet sturen, Bobby. Dit zijn allemaal peperdure boten. Je blijft overal vanaf, anders gebeurt er dadelijk nog wat. Kom. Oh, Ernst. Welke zou het zijn? Hey. En dan ben ik misschien geen kapitein, maar als we nou vragen of we mogen helpen, dan mogen we misschien meevaren. Hier is een meneer. Meneer, kunnen we helpen? Bobby. Hey jongens, gooi die trossen even los. Trossen? Oh, deze. En? Hoe zit het nou? Gaat het nog lukken? Oh, wacht even. Ja, zo. Zo, ja. Zo. Ja. Kom voor de bakker. Mogen we meevaren? Nou, zo kon aardig, Ernst. Of wist je trouwens dat het een bakker was? Nee, dat is een uitdrukking. Kom voor de bakker, zo zeg je dat. Kom voor de slager, Ernst. Dat is ook een uitdrukking. Luister, we gaan naar de kasteel hier toe. Ja? En dan gaan we vragen of we op zijn boot kunnen meevaren. Natuurlijk mogen jullie met me meevaren. Ik heb zelfs een heel leuk klusje voor jullie. Jullie kunnen de kapitein vertellen dat ik om 4 uur aan boord kom. Om 4 uur aan boord. Dat geven we door. Komt voor de slager. Kijk, is het geen plaatje? Ach, jongens, ik heb een beetje een bonkend hoofd. Ik ga even een dutje doen. Nou, tot 4 uur, hè? Taxos. Wie verplaatst hier toch steeds die deuren? Bobby. Ja, Ernst? Kijk eens naar die foto. Dat is ook toevallig. Dat is precies zo'n boot als van die meneer in die haven. Ze hebben ze vast bij dezelfde winkel gekocht. Bobby, die boot is niet van die meneer in de haven. Dit is de boot van de kasteelheer. Die man heeft de boot gestolen. Gestolen? En Bobby, wij hebben hem ook nog eens een keer geholpen met het losgooien van de trossen. Gemeene bakker. Bobby, dat kan toch niet? Hé,
Heb je iets gezien? Iets dat echt niet mag. Iemand wordt gepest op klaarlichte dag. Of iemand gooit zijn rommel zomaar op de grond. Zonder dat hij het opruimt. Nou, dat is echt niet gezond. Echt niet gezond, belachelijk. Of iemand die ineens, zonder te betalen, in de supermarkt boodschappen gaat halen. En die stopt van alles zomaar in zijn jas. In plaats van in zijn boodschappentas, dan zeg je: hé, hey, hallo. Nee, dat kan echt niet zo. Hé, hey, hallo. Nee, nee, no. Hé, hey, hallo. Nee, dat kan echt niet zo. Hé, hey, hallo. Nee, nee, no. Ineens, normaal gebeurt dat nooit. Iemand die wordt van zijn fiets gegooid. Door hele grote jongens, kunnen jullie wel? Jullie zijn een kinderachtig stel. Echt hoor. Merk je op een dag, iemand doet gemeen. Knijpt in je arm of staat bovenop je been. Ga dan maar stoer zo recht voor hem staan. Roep in zijn oor en kijk hem daarmee aan. Weg, Bobby, daar was ik al bang voor. En wat moeten we nu, Ernst? De havenmeester. We gaan naar de havenmeester. Slagers, bakkers, meesters, ik snap er niet meer van. Bobby, een havenmeester, dat is de baas van de haven. En misschien weet de havenmeester wel waar die boot naartoe is gegaan. Dan moeten we niet gewoon de politie bellen, Ernst? Bobby, de politie? Wij hebben die boot losgegooid, weet je nog? Dadelijk denken ze nog dat wij de boeven zijn. Bobby, de havenmeester. En waarom willen jullie weten waar de Michiel de Ruiter is? We hebben die meneer geholpen met wegvaren en toen... Nou, we hebben hem niet echt geholpen hoor. Hij was waarschijnlijk zelf was hij ook wel weggevaren. Maakt ook niet uit jongens. Hij is die kant uitgevaren richting Open Zee. Maar nee, dat is al een tijdje geleden, dus ik denk dat hij ondertussen hier wel ergens is. Mogen wij deze kaart lenen? Tuurlijk jongens, als je hem maar niet nat maakt. Oké. Oké. Ernst! Wie verplaatst hij toch sterk zijn deuren, Ernst? Bobby, hij gaat de Open Zee op, dan vinden we hem nooit meer terug. We moeten opschieten. De havenmeester zei dat hij die kant op is gegaan. Hey, Ernst, spring in het water, zwem daar naartoe. Ja? Oké, klaar, op je plaats, hè? Zwemmen maar. Ja. Dan spring jij er lekker in. Nee, ik ben allergisch voor water, Ernst. Ik krijg altijd waterpokken van. Bobby. En mijn kleren worden nat. En anders worden mijn kleren nat. Weet je wat, doe jij mijn kleren aan, spring jij erin, doen we allebei wat. Bobby, we moeten opschieten. Die boot die vaart veel te snel. We gaan over het land, door de weilanden. Kom! De boot. We moeten een sloot. We moeten springen. Kom op, Ernst. Bobby. Waar is die? De boot. Sloot. Deze is veel te groot om overheen te springen. Ernst, moet je kijken. Een stok. Kunnen we een vlot mee bouwen? Nee, wacht eens even, Bobby. Wacht eens even, het is fantastisch. Ja, of je kunt natuurlijk gewoon zo. Oké, Bobby, nou jij. Bobby. Ha, Ernst, dat wilde ik de hele tijd al zeggen. Er is gewoon een bruggetje, maar je deed het wel goed, hoor. Bobby, mijn schoenen zijn helemaal nat. Kom. De boot. Zwemmen terwijl we de boot aan het achtervolgen zijn. Bobby! En nou? Weet je wat, als jij de sloot even leeg drinkt, Ernst, dan loop ik er wel doorheen. Bobby! Ik loop erom.
Altijd. Help met, me. Ja, dat stinkt. Nou ja, kom. Bobby, zo vinden we die boot nooit meer terug. Kom. Bobby, hoe gaan we dit nou weer vertellen aan de kasteelheer? Nou, misschien kunnen we hem een briefje sturen, Ernst, of een e-mailtje. Hey, Ernst, het lijkt de boot van de kasteelheer wel, Ernst. Misschien waren ze in de aanbieding. Bobby, het is hem. Hey? Het is hem. Hij ligt te wachten of zoiets. Bobby, we moeten iets verzinnen. Wacht even, ik laat zijn banden leeglopen. Een boot heeft geen banden. Dan kan hij ook nooit een lekker band krijgen, Ernst. Nee, dan kan hij ook nooit een lekker band krijgen, Bobby. Maar ik heb een idee. Wacht hier. Ernst? Bobby, Bobby, moet je opletten wat er nou gaat gebeuren. Ja, maar... Sst, nou. Je had het andere eentje ook vast moeten maken, Ernst. Bobby, Bobby Soekip had dat al gezegd. Ja, dat we moeten hem tegenhouden. Ongelooflijk! Bobby, Bobby, de kasteelheer. Oh. Hallo! Ars! Oh, Bobby! Daar zijn jullie net op tijd! Oh, ik zie dat jullie ook al mijn kapitein hebben ontmoet. Kapitein? Hé, hey, Anton, dan wordt hij zwakker! Ik denk dat ik in slaap ben gedommeld. O jee, wat heb ik een bonkend hoofd? Dat geeft niks hoor, dat heb ik ook zo vaak. Nou, we kunnen vertrekken en wel precies om 4 uur. Ik, kasteelheer, fleurigeurs, Valentijn van Bergenal tot Beukendijk, ben jullie eeuwig dankbaar. Waar is de champagne? Oh wacht, die haal ik even. Gaat het weer een beetje met u? Waarschijnlijk door de zon. Ja, hè? De dat zon. Is de zon. Het is heel warm geweest. Ja, het is ook, u voelt ook heel warm aan. Ja, precies. Even zo. Ja. Niks aan de hand, jongens. Ik ga maar weer lopen. Ernst, Bobby en de rest. 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 Bobby, wat... Ernst, er zit wat in mijn oog! Wat heb je in je oog? Bobby, wat... Ernst! Wat heb je in je oog dan? Ja, dat kan ik niet zien, Ernst, dat ik in mijn ogen richt. Bobby, de boink! Nee, ik heb niet de boink in mijn oog, Ernst. Ik heb een tennisbal in mijn oog. Want ik was aan het tennissen. Bobby, de boink van kasteelberichten gaat af in je rugzak. Schiet op! Dit is Bianca Appeltaart met de kasteelberichten. Vandaag wordt er een grote picknick georganiseerd in de kasteeltuin. Een picknick. Leuk. Weet je wat? We gaan naar de kasteelheer en dan gaan we vragen of wij mee kunnen doen. Nee, veel te gevaarlijk. We moeten de politie bellen, Ernst. En daarna tennissen. De politie? Ja, als er dingen gepikt worden, dan moet je de politie bellen, Ernst. En daarna gaan we tennissen doen. Veel leuker en minder gevaarlijk. Bobby, een picknick. Daar wordt niks gepikt. Bij een picknick ga je lekker in de buitenlucht lekker broodjes eten.
Oh, en tennissen? En niet tennissen. Kom. Ernst, ik heb helemaal geen zin om te gaan picknicken. Moeten we vast allemaal klusjes doen van de kasteelheer? Bobby, dat is toch juist leuk? En doe dat tennisracket weg en doe die bal weg. Weet je wat? Weet je, ik doe die bal weg, Ernst, en ik sla met mijn tennisracket. En als jij nou daar gaat staan met jouw tennisracket, dan slaan we gewoon heen en weer. Bobby, hou op. Ernst, daar komt ie. Bobby. Ik ga al. Bobby. Zo, dit hebben we. En dan nu terug naar het kasteel om te kijken of er nog meer ligt. Bobby, hier zit je. Ernst, er waren allemaal enge mannen en die hebben het zilver gepikt en die hebben het in een grote kist gedaan. Ernst. Bobby, een picknick heeft niks met pikken te maken. Ja, wel, kom nou nee. Mee. Ja, maar dus, ik heb het echt gezien. Ernst, het waren mannen Bobby, en die zaten in... Nee, het zijn... Oh, Bobby, in mijn kantoortje over 5 minuten. Maar Ernst, ze deden het echt. Al dat zilver in een grote kist. Ja, het was echt zo. Ik heb het gezien, man. Ik heb het gezien. Het waren echt 2 boeven. Ik heb ze gezien. Ze Bobby, stonden allemaal... Bobby, ben je nou klaar over die boeven? Ja. Oh, oké. Okay. Ah, Arsene Bobby, daar zijn jullie. Meneer de kasteelheer, er is iets heel belangrijks. We hebben net 2 boeven gezien. Ja, ja, dat zal allemaal wel. Maar er zijn belangrijke dingen. Ik krijg vanmiddag wat hulp met de picknick. Maar ik denk niet dat dat voldoende zou zijn. En daarom vroeg ik mij af of jullie... al het bestek willen verzamelen en mee willen nemen naar de picknick. Goedemorgen. Oh, heren. Wij zijn de obers voor vanmiddag. Oh ja, er is reuze veel werk. En jullie zorgen voor het bestek. Hé, host. Axel, wie verplaatst je toch altijd die deur? Ernst, volgens mij dat zijn dat die 2 boeven die ik net gezien heb. Bobby, geloof je dit nou zelf? Ernst, ik weet het zeker. Denk ik. Toch? Twijfel, ik twijfel. Ik twijfel hoe het moet. Twijfel, ik twijfel. Ik weet het niet meer zo goed. Was het nou linksaf of rechtsaf? Was die film nou vanavond op tv? Ik vraag me dat soort dingen dan echt af. Twijfelen, daar zit je best wel eens mee. Twijfel, ik twijfel. Ik twijfel hoe het moet. Twijfel, ik twijfel. Ik weet het niet meer zo goed. Je hebt het soms als je iemand ziet lopen. Was het nou een bekende? Of heb je hem nooit gezien? Of als je nieuwe kleren moet gaan kopen, zal ik deze doen? Of toch die andere misschien? Oh, twijfel, ik twijfel. Ik twijfel hoe het moet. Twijfel, ik twijfel. Ik weet het niet meer zo goed. Zal ik nou echt op korfbal gaan? Discofeest, wel leuk voor allemaal. Vind ik er nou echt wel wat aan? Nee, jawel, nou. Vind je het gek dat ik van twijfelen baal? Bobby, het kan de beste overkomen. Ineens dan weet je het niet meer. Je weet niet zeker hoe het is gekomen. Maar plotseling dan twijfel je weer. Twijfel, ik twijfel. Ik twijfel hoe het moet. Twijfel, ik twijfel. Ik weet het niet meer zo goed. Ernst, Ernst, moet je kijken hoe vals ze de tafel aan het dekken zijn, Ernst. Wat een boeven. Bobby, we lopen een half uur achter die boeven van jou aan. En ik heb nog helemaal niks verdachts gezien. Ik denk dat je het verkeerd verstaan hebt. Ernst, het waren echt boeven. Bobby, het zijn gewoon nette mensen. Ja, en waarom gaan die nette mensen dan nu naar het kasteel lopen? Bobby,
om eten te halen. Het zijn obers. Ernst en Bobby. Ik dacht dat jullie het bestek zouden verzamelen. Ja, maar. Daar kunnen we niet meer eten, jongens. Ernst en Bobby, ik ben diep teleurgesteld. Bobby. Ja, maar Ernst. Bobby, ik wil er nou helemaal niks meer over horen. We gaan het bestek ophalen voordat de kasteelheer nog bozer wordt. Kijk, daar heb je die mannen. Gewoon keurig aan het werk. Wat zijn zij nou aan het doen? En ze verzamelen het bestek. Maar dat is ons werk. Mooi, dan kunnen wij lekker in. Dat is Ernst. Nee, Soekip. Ze stelen die spullen. Ja, dat zei ik de hele tijd al, Ernst. We moeten de kasteelheer waarschuwen. Bobby, daar hebben we geen tijd voor. Ik heb een plan. We halen de spullen uit die koffer en doen er allemaal houtblokken in. En als die boeven dan die kist weghalen, dan denken ze dat het spul erin zit. Goed plan, Ernst. Had van mij kunnen zijn. Kom. Weet je wat? We gaan terug en we nemen het zilver nu gewoon meteen mee. Oh nee, Bobby. Daar zijn ze weer. Maar heeft die ene met dat petje, die heeft echt iets door, hoor. Nee, de kust is veilig. We gaan. Oh, Ernst, leuk. We gaan naar de kust. Nee, Soepkip, we gaan niet naar de kust. We gaan. Laat maar. En toch ben ik hartstikke blij, Ernst. Bobby, we zijn gevangen genomen naar boeven. We zitten in een kist. Ja. We weten niet waar we naartoe gaan. Nee. Waarom ben je nou precies blij? Nou, echt dat je me toch gelooft dat het echte boeven waren. Dat is wel waar. Bobby, volgens mij gaan we stoppen. Bobby, we moeten wat doen. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen tennissen. Ja, laten we dat doen. We moeten iets doen om die boeven tegen te houden, Soepkip. Ernst, je liet een scheet? Ik liet geen scheet, ik liet de band leeglopen. Ja, dan laat je er weer heen, Ernst. Mensen, dat heb je gegeten, Ernst. Ik ben trouwens blij dat je niet van die scheten liet toen we nog in die kist zaten. Bobby, ik laat die banden leeglopen zodat die boeven niet kunnen wegrijden. Soepkip. Oh. Hey, Ernst, maar zal ik er ook eens eentje laten? Lekker. Bobby, die boeven komen eruit. Schiet op. Oh nee! Ernst, ik heb nog niks gelaten hoor. Het lukt niet. Bobby! Kom. Ernst, laat jij er anders eens eentje. Bobby, hou op en kom mee! Ernst, wind je niet zo op. Stop je hem? Wind je niet zo op. Oké, we kunnen gaan.
Dat is mooi. Bobby, volgens mij gaan we echt vliegen. Gelukkig, waar gaan we naartoe? Het staat de bovenwindse eilanden. Hierbij open ik deze picknick. Helaas is er niet voldoende bestek. Daarom vraag ik u allemaal zoveel mogelijk met de handen. Van onderen! Ah! Ja, ik heb hem! We hebben ze! Sorry, wat is hier aan de hand? We komen even het bestek brengen. Ja, wat een lekker windje mee. Ernst? Ja, en wat doen zij hier? De picknickpikkers. Echte boeven! Ernst en Bobby, dat is fantastisch. Ik bel de politie, dan komt de picknick toch nog in orde. Ik, kasteelheer, Fleuris, Jeres, Valentijn, van Bergendal tot Beukendijk, ben jullie eeuwig dankbaar. Waar is de champagne? Wacht, ik haal het even. We hebben ze! Dat is goed, joh. Oeh! Oh. Ik ga de kist halen. We gaan kijken. Niks aan de hand. Ik ga maar weer lopen. Bobby, we hebben ze. Ja, kom op, stop ze erin. Hup, erin. Erin. Been erin. Nee. Ernst, Bobby en de rest. 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 Ernst, Ernst, moet je kijken wat er in de krant staat. In de krant, dat is een stuk kaas. Oh, Ernst, maar dat is verschrikkelijk. Dan heb ik net de krant opgegeten. De boing. Lachen, hè? De boing gaat af in je rugzak. Dit is Bianca Buit met de circusberichten. Twee boeven in een zwarte open auto hebben vanochtend in het dorp een bank beroofd. Ze zijn er met een koffer met geld van doorgegaan. Hoor je dat, Bobby? Er is een bank beroofd. Daar moeten we meer van weten. Ernst, ik heb een beter plan. Er zijn nieuwe clowns in het circus. Misschien zijn ze er al. Bobby, er is een bank beroofd. Ernst, een oude zitbank, wat maakt het uit? We gaan lekker naar de circusdirecteur toe om te vragen of we mogen helpen met de clowns. Soepkip? Nee, niet als soepkip, maar als clown, Ernst. Leuk met zo'n rood neusje en een parapluutje. Hey. Niet een bank waar je op kan zitten, een bank waar je geld naartoe brengt. Er zijn boeven die hebben geld gestolen. Een koffer met geld. Ernst, weet je wat ik zou doen als ik een koffer met geld zou hebben?
Dan zou ik 3 zwembaden kopen. Eentje met warm water, eentje met koud water en eentje zonder water. Wat heb je nou een zwembad zonder water? Nou, ik heb een paar vrienden die niet kunnen zwemmen. Vandaar. Kom Ernst, we gaan de circusdirecteur vragen of we mogen helpen bij de act van de clowns. Clowns zijn leuk. Schele ijsbeer? Ernst, zoiets zeg je niet tegen mij. Een circusdirecteur verdient respect. Maar dat was ik niet. Dat was die papegaai. Alsof mijn lieve Hendrika kan praten. He? Zeg dan eens wat lievertje van me. Zeg dan rekenmachine. Zeg dan telefoontoestel. He? Nou ja, hoe dan ook. Wat komen jullie nou weer doen? Nou, we wilden vragen of we mogen helpen bij de act van de clowns. Nee, we hoorden dat er een bank was overvallen en we wilden graag helpen met het vangen van die boeven. Helpen bij de clowns, dat zijn gerespecteerde artiesten. En ook niks helpen bij het vangen van boeven. Als jullie iets gevaarlijks willen doen, dan ga je de leeuwenkooien maar schoonmaken. En nu opgehoepeld, wegwezen. Oké, meneer de circusdirecteur. Met je rode kop. Met je rode kop. Ernst, hebben wij het niet gehad over respect? Maar dat was ja, ik wil er helemaal niks meer over horen. Jullie weten wat jullie moeten doen. Poep scheppen. Poep scheppen? Ja, poep scheppen bij de leeuwen. Die kooien worden niet vanzelf schoon. En nu, opgehoepeld, wegwezen. Hup, hup. Nou, wat zei die lelijke jongen nou weer? Hè? Zo. Dat is niet ophoepelen, maar oppoepelen, Ernst. Knap gedaan. Jij wilde bij de clowns kijken. Ik wilde boeven helpen vangen. En wat zijn we aan het doen? Poep scheppen. Ik hoop maar dat die kooien een beetje stevig zijn. Want leeuwen zijn echt waanzinnig gevaarlijk. Leuk. Lachen met jou, zeg. Ja, Ed, en omdat je zo op de dijk kunt lachen, ga ik nu de clowns helpen. Je gaat helemaal niet helpen bij de clowns. Jij wilde ze nodig naar de circusdirecteur. Dan ga je ook maar helpen met de poep scheppen. Heb je een nieuw luchtje, Ernst? Echt iets voor jou. Bobby, als we tijd over hebben, dan kunnen we misschien erachter die boeven aangaan. Maar nu poep scheppen. Poep. Poep. Krijg je een klein vogeltje, Anton is zijn naam. Krijgt hij een mooi kooitje, gezellig voor het raam. Je moet hem goed verzorgen, dat is best een gedoe. De kooi moet altijd proper zijn, dus zonder poep, poep, poep. Ho, 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 ho. Wat ben jij nu maar aan het zingen? Je gaat toch niet zingen over... Poep, poep, doe ik. Ja, Bobby, je zingt ook. Bobby. Krijg je een lief hondje, Berko is zijn naam. Een mandje en een halsband met een hangertje eraan. Jij moet nu naar buiten, Bobby. Die hond die moet er best vaak uit, hoor. Ernst, wat ruik ik nou? Oh, Ernst, wat ligt er op de stoep? Oh! Poep, poep. Bobby! Poedadoep, poep, 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 poep. Poedadoep, poep, 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 poep. Bobby! Poep, poep. Houd daarmee op! Poedadoep, poep, 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 poep. Wat zit jij te kijken? Ja, wat zit jij nou te zingen? Je zingt over... Ik zeg poep, poep, poep. Nee, je zingt over poep. Ik heb het hele woord poep nog niet gezegd. Bobby, je zingt over poep. Ik hoor het nog. Krijg je een lief aapje? Chippy is zijn naam. Een schommel en een boompje en natuurlijk een banaan. Jij mag naar hem zwaaien met je hand of met je voet. Ja, als je dat ook maar meteen de vieze kooien doet. Poep, poep. Nou, hou je op, hoor. Poedadoep, poep, 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 poep. Bobby, je houdt nou op. Je gaat niet. Je zingt de hele tijd over poep. En ik dat is raar. Over, ik zing poep, 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 poep achter elkaar. Dat Bobby, lijkt een zing poep, maar het is geen poep. Het is wel poep. En ik zeg nooit poep. Ik heb nog nooit poep gezegd. Jij zegt nu net zo poep. Wie? Jij. Waar? Bobby. Houd er nou eens mee op. En poep, poep. Poedadoep, poep, 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 poep. Poedadoep, poep, 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 poep. Ik wil niks meer te maken hebben met dit liedje. Poep, 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 poep. Ik vind het een vies liedje. Poedadoep, poep, poep. Ik ga naar huis.
huis. Tot ziens. Wat een werk en wat een lucht, zeg. Nou, Ernst, wat heb je gegeten, jongen? Ik niet, het is die leverpoep. Ah, geintje, Ernst. Maar we zijn bijna klaar. Ik kan geen poep meer zien. Nou, dan kijk er gewoon de andere kant op, Ernst. En dan kijk je bijvoorbeeld naar, naar die zwarte sportauto die er rijdt. Of we gaan naar de clowns. Zwarte sportauto? Of we gaan naar de clowns. Poppy, op Circus bericht was dat er een koffer met geld is gestolen door twee mannen in een zwarte sportauto. Snap je het? Bijna. Zwarte auto, koffer. Oh, het is een raadsel. Wacht even. Zwarte auto, koffer. Ik weet niet, een kever op vakantie. Soepkip. Nee, soepkippen zijn toch niet zwart? Soepkip, dat zijn die boeven. Kom. Ernst, ik... Stil nou. Ik ben allergisch voor hooi, daar krijg ik hooikoorts van. Ja, ja, Bobby, en dan kan je zeker alleen maar hooi zeggen. Die grap, die ken ik wel. Nee, dan moet ik... Ah, Gezondheid. Dank u wel. Graag gedaan. Ernst, ik ben echt allergisch voor hooi. Ik heb een plan. We doen de deur van de woonwagen op slot. En dan waarschuwen we de circusdirecteur. Goed plan, Ernst. Had voor jou kunnen zijn. Kom. Mannen! Dit kan natuurlijk niet, hè? Jullie zouden de hokken schoonmaken en nu staan jullie de clowns lastig te vallen. Ik wil dat niet hebben! Wij zijn geen clowns aan het lastigvallen. Wij hebben twee bankrovers gevangen. Bankrovers? In de wagen van de clowns? Ja. Tada! Huh, waar zijn ze nou? Waar zijn ze nou, Ernst? Mannen, als ik jullie niet eens een eenvoudige opdracht kan geven, dan weet ik niet of jullie nog langer met het circus mee kunnen reizen. Ja, maar we hebben ze zelf gezien. Ik wil niet hebben dat jullie die clowns nog verder lastig vallen. Clowns, dat zijn gerespecteerde artiesten. En nu wegwezen. Aan het werk. Hup! Ernst, Bobby en de rest. Hey, Ernst, hoe konden die boeven nou ineens verdwenen zijn uit die woonwagen van die clowns? Ik snap er ook niks van, Bobby. Hey, anders vragen we het even aan die clowns. Oh, leuk, nieuwe clowntjes. Meneer de clown. Ja? Mogen we u wat vragen? Nou, dat heb je nog bij deze gedaan, hè? Ja, of we mee mogen doen met jullie act. Nee, dat wilden we helemaal niet vragen. Het gaat over die twee mannen in jullie woonwagen. Hebben jullie misschien iets gezien? Nou... Dat zal ik je vertellen, maar dan moeten jullie eerst even aan zijn bloempje ruiken. Nou, nee. Ja, je moet eerst ruiken. Ah! Leuk, hè? Ja, erg leuk. Het gaat over die twee mannen in die woonwagen. Hebben jullie misschien iets gezien? Iets verdachts? Is er misschien iets gestolen of zo? Gestolen? Nee, er is niks gestolen en ik heb ook niks gezien. Nee, maar hij heeft wel wat gevonden. Ja, kijk. Voilà. Alsjeblieft. Tot ziens! Dag! Tot ziens! Leuk, hè? Leuk, hè? Wat? Gezondheid. Dankjewel. Graag gedaan. Bobby, hoorde je wat die clown zei? Ja, gezondheid. Beleefde clowns, Ernst. Nee. Dat is precies hetzelfde wat die bankovervaller zei. Bobby, die clowns, dat zijn de bankovervallers. Ernst, kom op. We gaan ze achterna. Toch. Het lijkt wel of die ene een piano bij zich heeft. We moeten iets doen om die boeven tegen te houden. Ernst, en als we ze dan hebben, dan kan jij piano spelen en dan ga ik leuk voor clown spelen. Ja. Ja, jij kan toch alles spelen op de piano? Ja, bijna alles, ja. Kan je trompet spelen op de piano, Ernst? Ze zijn een koffer aan het begraven. Ernst,
Dat geld dat ze van de bank geroofd hebben, hebben ze natuurlijk in die koffer gestopt. We moeten die boeven tegenhouden, Bobby. Kom op. Ja! We hebben ze! We hebben ze! Lelijke clownbankrovers! Mannen, wat is hier aan de hand? Vallen jullie die clowns alweer lastig? Had ik jullie niet gezegd dat jullie de leeuwenkooi moesten schoonmaken, hè? Meneer de circusdirecteur, wij willen u laten zien wat er in dit koffertje zit. Maar zij zijn de bankovervallers. In dit koffertje zat geld, toch? Ja, en ze hebben het koffertje begraven in de piste. En dat hebben we zelf gezien. Uilskuikens. Dat hoort bij hun act die ze vanmiddag gaan opvoeren. Dan goochelen ze opeens het koffertje uit de piste. Heren, neemt u mij niet kwalijk. En dat op jullie eerste dag. Mannen, ik weet niet of ik jullie nog langer in het circus wil hebben. En nu opgehoepeld wegwezen. Wegwezen. Heren. Nogmaals mijn excuses. En heel veel succes bij de voorstelling. Dank u wel, meneer de directeur. Hé, hey, een parapluutje. Sta ik toch nog met een parapluutje in de piste, Ernst? Even kijken of die open kan. Nee! 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 Oeh, het regent. Bankbiljetten. Jullie zijn de bankovervallers. Mannen, bedankt. Jullie zijn helden en een sieraad voor het circus. Sluit ze maar op in de leeuwenkooi. Lang leven het circus. Precies wat je zegt, Ernst. Lang leven het circus. En jullie, meekomen jullie. Ernst Bobby. En dan is het helemaal niets. Ernst Bobby en de rest. 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 Nog een keer. Ik vind het heerlijk.